Goedenavond, beste kijkers. Welkom bij deze eerste uitzending van Loes in het jaar 1997. We beginnen vanavond met een verslag van Piet Jansen en Gerard Verstijnen, die terug in de tijd gaan. Zij vertellen en laten u iets zien over het ontstaan van de gemeente S. De komende maanden hopen zij samen wat meer over S aan u te vertellen. Piet vertelt er graag wat meer over. De kadasterkaart van S uit het jaar 1830. Dit is een reconstructie van meerdere kaarten, maar samengevoegd tot één kaart waarop aangegeven staat hoe het dorp er in 1830 uitzag. Het was helemaal nieuw, want voor die tijd waren er geen goede kaarten van S. Het is fijn dat we in 1830 dus kennis maken met de eerste goede kaarten. Ter voorbereiding van die kaart ging de landmeter in 1792 al aan het werk en heeft hij maandenlang door S gezworven om alle percelen op te meten en ze een nummer te geven. In 1830 komen dus de lijsten met namen van mensen die hun bezittingen in S hebben liggen. Hier is heel duidelijk te zien op de kaart waar het centrum van het dorp lag. En dat was niet zo groot, het centrum. Dat hield op bij de kerk. De dorpstraat die nu helemaal bebouwd is, was toen nog helemaal leeg. Alleen de boerderij van Waanrooy was dus gebouwd. Maar de Posterstraat was eigenlijk de hoofdader. En die ging zo naar de Leunensdijk en naar de Haarseweg. En de Essenstroom is heel duidelijk te zien. Het was nog geen gekanaliseerde rivier, maar het was vol slingers en slangen. Stroomde die door Essen en was ook de reden dat heel dikwijls de landerijen overstroomden. Alles wat hier geel gekleurd is op deze kaart, was dan ook hooiland. Het was 's winters altijd onder water. Pas bij de ruilverkabelingen in 1960 is die Essenstroom gekanaliseerd en gaat het versneld, wordt het water versneld afgevoerd. Heel duidelijk is hier ook nog Brocks Ven te zien, het Ven. In Essen benaming Brocks Ven, omdat meneer Brocks, die aan Leunensdijk woonde, eigenaar was van dat vent. Met die kaart van 1830 hebben we een prachtig overzicht van wat er in S aan huizen was. Niet alleen vanwege die kaart, maar ook omdat er een vrij goede administratie in S was. En een van die lijsten is dus het bevolkingsregister 1830. Waarin aangegeven staat wie er in S woonden en wat ze deden. In totaal waren er in 1830 60 huizen met 398 inwoners. Die inwoners waren hoofdzakelijk dagloners, landbouwers, hovenier, timmerman,
een bakker, een schoenmaker, een schoolonderwijzer. Verder geen belangrijke functies. Timmerman, nog eens een keer, een timmermansknecht, een klompenmaker, een metselaar. Ga zo maar door. Allemaal eenvoudige werkmensen. Landbouwer, dagloonster zie ik hier ook nog staan. Die mensen die hadden met 400 mensen de beschikking over 60 woningen. Dus een bezetting van ongeveer 6 tot 7 mensen per woning, zeg maar. Ja, aantal huizen 60, gezinnen 80, 398 personen. En dan moet je je voorstellen dat die huizen niet al te groot geweest zijn. De boerderijen natuurlijk wel. De boerderijen waren de hoeven zoals die er nu nog liggen. Dan denk ik aan het huis, aan de boerderij waar dokter Hogendorf woont, was een van die hoeven. De boerderij aan de heikant was een van die hoeven. De boerderij in de Broekstraat, twee boerderijen in de Broekstraat waar meneer Beer woont en waar familie Koster woont. Dat zijn eigenlijk de oude boerderijen. Op de Ruiting hadden we twee boerderijen die lagen in een kring rond de mes. De Piekenhoef was een van de boerderijen. De boerderij aan de Witvensterdijk, waar de familie Konings gewoond heeft, was de boerderij van Den Armen. Die was dus in het bezit van het armbestuur. Die is pas later verkocht. Die is tot in de jaren 70, denk ik, wel eigendom geweest van Den Armen. En Den Armen was vroeger een aparte stichting, maar is later overgegaan naar de gemeente S. Die boerderijen zijn dus eigenlijk allemaal in hun oorspronkelijke staat toch wel bewaard gebleven. Pas in de jaren, in de moderne tijd, zijn die verder uitgebreid. Naast die bewoners weten we ook hoeveel vee er was in het dorp. Er is een lijst voor de belasting van het veefonds in de gemeente S over de jaren 1830, over de runderen, paarden en varkens die er in S waren. In totaal waren er 107 runderen boven 2 jaar, 57 runderen beneden 2 jaar, 32 paarden boven 3 jaar, 4 paarden beneden 3 jaar en in totaal 39 varkens. In 1830 hadden wij problemen omdat er ontzettend veel inkwartiering was. Nederland was samengevoegd met België, maar de Belgen wilden toch weer hun eigen zelfstandigheid terug hebben. En zodoende is de tiendaagse veldslag geweest, waarbij de Belgen weliswaar verslagen werden, maar Nederland toch niet meer samen met België verder kon en werd België toch weer afgesplitst. In die periode lagen er ontzettend veel Hollandse troepen in Brabant. En één zo'n lijstje geeft aan dat er in de periode van 1 juni tot 10 juni, 11 juni gedurende 10 dagen, van 1 juni 1831 tot en met 11 juni, dus 11 dagen, lagen hier in totaal 89 man en 145 paarden op een bevolking van 400 mensen. Er moeten ontzettende aantallen militairen hier geweest zijn en daar was de bevolking heus niet zo blij mee, want die Hollandse troepen waren nogal brutaal en vrijpostig. In 1839 komt aan die inkwartieringen een einde en dan zijn we weer vrij man. Ik kom van het dorp S in 1830, het is een reconstructie aan de hand van de gegevens die ons bekend zijn over de huizen die er toen waren. En dan kunnen we hier beginnen met de Leunensdijk. Hier ziet u ter hoogte van waar nu Van Baast en Verhagen wonen.
heel groot blok. Iets verder zit je de woning van mevrouw de Vet en mevrouw de Hoeve. Dan krijg je hier het huis wat vroeger aan het straatje stond, naar de Groenweg. Daar woonde toen de pastoor, Victor van Mil. Daarvoor was het eigenlijk de onderwijzerswoning. Het was protestant en toen de protestanten de macht verloren, toen kwam hier weer de pastoor wonen. Hier woonde Liket en hier woonde Andries van Houten, de burgemeester, waar nu mevrouw van Warp woont. 28 zat Martinus Liket. Hier stond vlak voor de kerk een grote boerderij. En de oude kerk stond recht achter de toren. En opzij van de kerkhof, aan de kerkhofkant, stond een kamertje wat eigenlijk het gemeentehuis was. Het gemeentehuis, schrijfkamertje. Aan de andere kant hadden we ook nog huizen staan. En hier op de hoek van het Marktplein stond nog een huis. En dan ging je zo, hier stond ook een oud pand. Ging je zo naar het huis waar nu Wim Konings woont. En dan krijg je hier de twee zwaantjes. En hier stond ook nog een huis voor. En dan ga je zo naar de Haarseweg. En hier heb je de ingang van de Lochtenberg. Hier stond later de boerderij van Verkempen. Maar er stond toen ook al een grote boerderij met een stal tegen de Lochtenberg aan. Dit huisje is later verdwenen en hier is later een mooi nieuw huis gebouwd van de familie Konings, nu de Wesselaar Konings. Met de zittingsavond al achter de rug en het blik al op de carnaval gericht, gaan we nu kijken naar een gesprek met de jeugd. Kijkt u naar twee hartvriendinnen. En zoals u wellicht wel zult weten, barst carnaval over een paar dagen los. En er zijn in S al mensen die er weken, nee echt maanden al mee bezig zijn. Of misschien ook wel al niet meer van kunnen slapen. En met twee van die mensen praten we vandaag. Anneke en Janneke. Anneke is onze jeugdprinses voor het carnaval 1997. En Janneke is haar adjudante. En we zijn dan ook heel erg blij dat we vanavond te gast mogen zijn hier in Huizen van de Dungen op de Beemt. Ja. Want daar woont onze koninklijke hoogheid. Hè? Want zo mogen we het toch wel een beetje noemen met het carnaval. Hoe is het eigenlijk gekomen dat jullie prinses en adjudant zijn geworden? Wanneer is dat precies gebeurd? 10 november. En ja, mijn oom die was vorig jaar ook al prins Knullers ten Eerste. Dat is een oom van jou, prins Knullers ten Eerste? Ja. Oh, dus jij zit al een heel klein beetje in de koninklijke hooghedenfamilie. Ja. Ja, ja. Ja. En toen vorig jaar had Paul ook meegeloopt, maar die was het niet geworden. En dit jaar wou ik ook meeloten. En we hadden eigenlijk best wel veel kans, want mijn neef, die zit nou ook in de raad en die wil ook prins worden. En ik ook, ja, ik was geworden. Ja. Dus. Hoe is dat precies gegaan, Janneke, die verkiezing? Hoe ging dat in zijn werk? Want er zijn natuurlijk een aantal mensen die vanavond kijken die er niet zijn geweest. Dus misschien even in het kort. Ja, we gingen dus naar het Elfhelpel toe en we gingen naar achteren, achter het podium. Daar gingen we loten en ja, Anneke was dus geworden. En toen moesten we ons omgekleden voor het optreden van het Elfhelpel. Toen deden we een liedje met de melodie van juffrouw Toos. En toen op het einde werd bekendgemaakt dat Anneke de prinses zou worden. Ja. En dan mocht ze ook gelijk de adjudant bekendmaken en dan werd ik. Ja, ja. Dat vind ik ook heel leuk. En dat is eigenlijk een toevalstreffer, heb ik begrepen, want jullie zijn vriendinnen van elkaar? Ja. Echte goede vriendinnen? Ja, heel goede. Beste vriendinnen. Ja? Hartvriendinnen? Ja. En wat betekent dat nou, hartvriendinnen? Ja, we doen alles met elkaar. Ja, en praten is precies hetzelfde. Ja. 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 Hebben jullie ook geheimjes die jullie samen delen en niemand mag weten? Ja. Ja? Zeg, en toen jullie gekozen zijn als prinses en adjudant, hè? Wat voor een gevoel krijg je dan in één keer, Anneke? Kun je dat vertellen? Ja, dat was gewoon heel leuk en ik vond het ook wel heel leuk dat mijn oom het was geworden. En
ja, ik vond het gewoon kei leuk. Ja. En Janneke, heb je er van wakker gelegen? Nee, echt helemaal. Nee? Nee. Vind je het wel leuk om adjudant te zijn? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ja. Heel leuk. Als je nou kijkt naar het carnaval hè, van vorig jaar, hebben jullie uiteraard ook meegevierd. Maar toen gewoon als klein kwakbolletje, zeg maar. En dan nu een officiële functie met het carnaval. Heb je daar al, denken jullie, praten jullie er nou ook zo samen over? Onderweg naar school of op school of thuis? Van we zullen dit gaan doen of dat gaan doen? Nee, nou, eigenlijk niet echt. Een beetje vinden, we zeggen wel van, ik vind het echt leuk, jongen, dat we adjudant proces zijn, maar echt, of we er echt over praten. Nee. Ja, de dag na het 11-11 natuurlijk wel, maar nou wordt het niet meer. Ja, het carnaval begint denk ik ook alweer een beetje meer, maar nou eigenlijk niet echt. Ja. Nee. Hebben jullie, toen jullie na de verkiezing zeg maar terug op school kwamen, ook leuke reacties gehad van klasgenoten? Ja, die vond het ook natuurlijk allemaal heel leuk en zo, en hij kan feliciteren en zo. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Ja. En de kleding is al gepast, heb ik begrepen, en zelfs ook al eens een keer gedragen. Hè. Hebben jullie voor het komende carnaval ook nog speciale wensen? Waarvan je zegt van nou heb ik de kans, want nou ben ik de prinses, dus nou mag ik het zeggen. Is er iets? Ja, ik zou eigenlijk het discoavond iets langer willen. Ja. Gewoon even lenken. Ja, dat zou ik ook wel heel leuk vinden. Ja. Ja, het is in het verleden alles vaker geopperd, hè, om de disco wat langer te laten duren. Ja. Nou, wie weet is er een mogelijkheid om, want iedereen heeft dan toch vakantie, om het, om het dan wat langer te laten lopen. Hè. Ja. Heb je trouwens ook al ondertussen met je oom contact gehad over het carnaval? Of is daar nog een familiegeheim op dit moment? Ja, we hebben wel een keer over gesproken, maar niet echt opgewet van... Kom jij met praten over carnaval? Dat niet. Nee. Dat gebeurt gewoon in de familiesfeer. Een beetje gezellig onder elkaar natuurlijk. Ja. Janneke, als je praat over het carnaval, vier jaar al lang carnaval? Ja. Of, ja? Ja, sinds eigenlijk dat ik besta. Sinds dat ik het kan vieren. Ja. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor jou, Janneke. Ja, meestal alle dagen wel, maar meestal zijn mijn kindermatinee geweest. Met het kindermatinee ben je er nooit bij geweest? Nee, meestal niet. En hoe was er een speciale reden voor? Of, aan de Centerparks. De Centerparks. Maar ik neem aan dat daar dit jaar niet op gaat, of wel? Nee. Nou, ga je dan naar de hand naar Centerparks? Denk ik wel. Ja, ja. Nou, dus, daar kun je mooi uitrusten. Daar rusten wel eens meer koninklijke hoogheden uit in Centerparks. Dus dat zou in dit geval ook kunnen. Als met het carnaval in het vooruitzicht. Wat vinden jullie dan het leukste onderdeel van de carnaval? Waar denken jullie nu van, nou, dat wordt volgens ons, dat vinden jullie het leukste om te doen? Met kinderen op, dat vind ik wel heel leuk, dat we waarom zo mogen staan. Oh, ja. En ik vind het ook heel leuk om in de jury te mogen zitten. Ja. Om, ja. De jury, met kindermatinee. Met kindermatinee, ja, en als je nog nooit op de kindermatinee bent geweest, weet je ook niet hoe dit gaat natuurlijk. Jawel, ik ben er drie keer geweest. Oh, je bent er wel geweest, ja. Als je vooruit kijkt naar de komende dagen, wat denk je van het weer? Zal het een beetje redelijk, zal het een verschil maken tussen goed weer of koud weer? Voor ik hoop gewoon dat het fijn weer is. Dat het niet allemaal regen en zo. Nee, zeker geen regen. Helemaal geen zon schijnt en zo. Het hoeft niet per se heel warm te zijn. Jullie weten ook dat S sinds enige tijd geen eigen gemeente meer is. Hè? Dat we op. Ben je niet zo blij mee of wel? Nee, ik wil liever gewoon een S. Maar al gemeente Haren doet voor mij helemaal niet hoor. Nee. Je zou het liever gewoon alleen S op zich houden. Ja. Nou vieren wij overigens het carnaval toch met S alleen. Hè? Ja. Dus wat dat betreft hebben we geen voordeel en geen last van onze buurgemeentes. Wat denk je dat er gaat veranderen voor het carnaval? Omdat het dus nu geen eigen gemeente meer is. Heb je er ook een idee over? Of zeggen jullie van nou het zal allemaal wel hetzelfde zijn? Ik denk dat het heel eind hetzelfde is. Maar ik zou niet weten wat het nu zo veranderen. Nou bijvoorbeeld dat de burgemeester er niet is. Dat zou kunnen. Hè? Die kan natuurlijk niet op alle plaatsen. Maar daar zal het feest niet te minder om zijn. Nee, zeker niet. Nee. Blijven jullie dan laat op met de carnaval? Ja, zo laat als kan. Ja. Zo laat als mag. En hebben jullie ook al geoefend met zwaaien naar de mensen? Ik bedoel, in de zin van als je straks in de optocht meegaat, dan moet je natuurlijk een beetje netjes... Nee, oefenen en doen. Nee. Ja, een keer op school, toen waren wij aan het... toen moesten wij foto's maken en toen ook iedereen zwaaien. Nou, toen hadden we het eentje gedaan, maar verderop nog. Maar dat ging goed. Ja. Hey, jullie zijn hartsvriendinnen. Volgend jaar gaan jullie naar een andere school. Is er al een idee naar welke school?
een mouwkleed. En dat betekent ook dat je dus eigenlijk maar één keer jeugdprinses kan zijn. Hè? Want op het moment dat je van de basisschool af bent, dan is het gebeurd. Dus ik ben er bijna van overtuigd dat jullie er ook wel alles van mee zullen vieren wat er maar te vieren valt natuurlijk. Want je hebt uiteindelijk die kans maar één keer. Hè? Ja. Volgend jaar dan ga je naar een andere school. Betekent ook dat je dan carnaval buiten Esch gaat vieren? Of zeg je wel nou blijf in de tweede of in de derde of zo. Dan gaan we wel s'avonds of zo weggaan. Maar in de eerste nog niet. Maar daar hebben jullie al een beetje over gesproken, heb ik het idee. Hè? Want de antwoord komt zo snel. Ja. En die hebben gezegd van nou doen we het nog in Esch. En straks als we wat groter zijn dan gaan we ergens anders naartoe. Ja. Nou, dan ben ik blij dat jullie er komende carnaval nog bij zijn. Hè? Tot slot, zouden jullie nog iets willen zeggen tegen de jongens en meisjes en de dames en heren die op dit moment kijken? Ja, iedereen is een hartstikke te gek carnaval. En ik hoop dat het iedereen het heel gezellig mag hebben. Ja, en dat iedereen komt en gewoon tot carnaval. Ja, dat we er een gezellige carnaval van mogen maken is wel. Ja. Goed, dames en heren, u hoort het wel. Onze jeugdprinses Anneke en haar adjudante Janneke, die zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Ik hoop dat u over een paar dagen ook zover bent. Dan komt u wellicht ons allemaal vast en zeker nog tegen. Tot de volgende keer, maar weer. Ik kom terug. Het Kijkersfestival vergeten. Ja. Oh, dat is waar ook. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Nee. Het Kijkersfestival. Doen jullie er ook aan mee? Ja, heel klaar. Wat is met alleen de klas of ook nog van andere klassen of groepen? Nee, alleen als er groep 7 achter moet, veel te veel mannen. Ja. Een paar jaar geleden deden ze altijd wel groep 7 mee, maar wij hebben nou zo'n grote klas. Ze moeten alleen heel veel mannen. En welke rol spelen jullie in het verhaal? Mogen jullie dat nu al vertellen? Of? Het gaat dus over het weer. En ik ben dan het weervrouwtje. Zij is eigenlijk met het weermannetje, zij de hoofdrolspeler. Ja. En daar is het bekende weervrouwtje, een mannetje in het huisje? Ja. En welke taak heb jij binnen het hier, Anneke? Ik moet paraplu-dans doen en iets met onweer, maar ik weet niet precies wat het heet. Maar die taken die komen er allemaal extra bij. En dan ook nog het prinsesschap en het adjudantschap, dan is dat niet een beetje te veel van het goede? Of hebben jullie, zeggen jullie van nou, we kunnen daar wel bij? Leuk. Ja, ik kan wel één keer in het jaar, kan je carnaval eigenlijk toch echt mee zien dat je in de raad of zo zit. Nou, dat vind ik dan ook wel leuk om mee te doen. Ja, dan moet je er ook van genieten. Ja. Nou, ik denk dat daar een hele mooie slotzin is en dat we er dan echt gewoon een punt achter moeten zetten. U hebt het gehoord, de jeugdprinses zegt het zelf. Die ene keer per jaar, daar moet je van genieten. We zien u graag met de carnaval. De bouw van de nieuwe spoorbrug heeft Loes gemist, maar toch een kijkje bij de brug hoe die er nu uitziet.
gele gevaar van S heeft een chauffeur minder. Maar toch blijft de buurtbus rijden. Met of zonder Jos Kraai. Het bordje komt zo. Ja, dames en heren, de bus die u zojuist in beeld zag, die zult u wellicht wel eens vaker gezien hebben. Zij het niet in S gewoon over de weg, dan is het misschien wel in de openingsfilm van het verleden van onze eigen lokale omroep Loes. Vanavond brengen we even een kort bezoek aan Jos van Kraai. Jos, er is eigenlijk iets bijzonders aan de hand met jou. En bijzonder met betrekking tot de buurtbus, want ik heb begrepen dat jij de 70-jarige leeftijd hebt bereikt. Daarmee proficiat, maar dat had een bepaalde consequentie. Ja, dat je niet meer te dik mag rijden met mensen erin. Nee. Je, even voor de goede orde, je mag er wel mee rijden, maar dan zonder... Maar zonder passagiers. Zonder passagiers. Ja. Dus het wegbrengen naar de garage en het ophalen van de bus. Dat mag allemaal, ja. Ja. Jos, dat we toch de gelegenheid hebben om met jou te praten. Misschien even terug naar het verleden. Hoe lang rijdt de buurtbus nou in S? Nou, de buurtbus die rijdt hier al van 92, hè. Dus? Wij hebben die eerste aantal maanden hebben wij een tussendienst gehouden van S naar de Grote Weg. Hè? En daar gaven wij dan aansluiting op lijn 154, Eindhoven de Moor. Maar omdat er nogal veel gebruik van werd gemaakt, dankzij de Witte Zusters, ja, heeft de BBA toen besloten om er een buurtbus van te maken. Hè? Dus toen is dat een buurtbus geworden. En toen gingen wij rijden van Vught naar Sint-Oedrode. Want de acclimatie moest zijn. Ja. En daarom werd er Vught bijgetrokken, weet niet. En dan via S, Boksel, Holland en naar Sint-Oedrode. Hoeveel kilometer is dat in totaal? Nou, wij rijden per dag toen en nu ook nog 3,500 kilometer per dag. Ja, ja. Kwam de BBA zover dat zij ophielden met het vervoeren van lunetten en kromboord. En toen zat Vught met de handen in het haar natuurlijk. Ja. Want ze hadden dan geen vervoer voor die mensen. En nee. De BBA zei, ja, de aanbod is te laag, wij doen er niet meer. Dus zoek maar een oplossing. Ja. Nou, toen is Vught bij ons aan komen bellen, hè. Of dat wij dan... Dat erbij wilden nemen. Erbij wilden nemen en dan lieten wij alle hand een Sint-Oedrode vallen. Hè? Dat zou de BBA konden bidden. Ja. En dan gingen wij van Boksel naar Zetting-Bosseien. Ja, via Kromvoort, Via Lunette. S, Vught, Lunette, of Molenplein, Kromvoort, Lunette en dan Kromvoort. En dan Willem-Alexander en het bos achter het station. Ja. En dat is een heel... Dat is dan het eindpunt, zeg maar. Ja. En tegelijkertijd ook weer het vertrekpunt van de andere kant weer op. En dat is een prima rendabele lijn, want als je ziet waar wij op een gewone dinsdag of woensdag vandaag vervoerd hebben, hè, dat is toch 82 passagiers. Ja, ja. Dit is zo'n lijst, die lijst die wordt elke dag ingevuld, zeg maar. Die wordt constant bijgevuld en die wordt bewaard, die gaan in de archieven bij de BBA en daar kunnen ze altijd op terugvallen. Hè. Dat is... Dat heeft zijn vele doeleinden, voor subsidies enzovoorts. Dus als je nou over deze lijst kijkt, Jos, dan begrijp ik er dus uit dat vanochtend om zeg maar ongeveer 9:50... Nee. Een kwart over zeven. Tien voor half acht, hè? 7:10 zijn we begonnen. Ja, 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 in S, hè? In S, hè? Ja. En toen stapten er twee mensen in. En die gingen eruit in Boksel. Boksel. Ja. Kijk, en dan begin je hier in Boksel, hè? Ja. Daar stapte dus niemand meer in. Maar nee, toen was in Boksel niet, maar in S, hier, S. Om 7:45 stapte er weer 4 in. En dan? En weer 4 in Lunette. Ja, ja. En zo kun je dus en precies per lijstje zien per lijst, hoeveel... Per week, per dag zelfs. Is dat in principe te zien. Ja. En die archieven, dat houdt de BBA gelijk bij. Ja. Hoeveel chauffeurs hebben jullie trouwens? We hadden er 27, maar nu hebben we er nog een gestalte van 25, want ik ben afgevallen. En Toon Ruijs, die is wegens, die mag het niet, van de een of andere instantie, van het GAK, ik heb hier papieren van liggen en daar krijgen we misschien nog moeilijkheden mee. Maar in ieder geval die... Maar die doet moeilijk, omdat de VUT-mensen en de WW-mensen, dat die bij ons niet mag rijden. Ja, ja.
En dat was Toon Rijs, dat was een of andere regeling. En Toon Rijs was er één van. Ja, ja, ja. En die heeft dat netjes gevraagd met Gak en die mocht het niet. Nee, nee. Die niet vraagt, die mag het wel, want er is niks van de deed. Beter is het soms om niks te vragen en gewoon te doen. Ja. Dus we hebben nu nog 25 vaste diensten, mensen. Ja. Het gros, daar rijdt elke dag, elke week een keer. En er zijn er enkele bij die één keer de week narijden. Ja. Jos, en de plek waar we hier zitten, aan de Leunersdijk, daar is een beetje een centrale plek wat betreft het buurtbusgebeuren. Want vertel eens, de chauffeurs starten hier en eindigen ook hier. Die starten hier, s'morgens en s'avonds eindigen ze hier als laatste chauffeur. Hè. Ja, en tussenin? Tussenin worden we hier ook. Wisseling van de wacht? Ook hier. Gebeurt ook hier. Dat gebeurt hier. Ja. En dat betekent dat die mensen wel eens met slecht weer hier binnenkomen, denk ik. Die mag hier te komen schuilen, die mag hier warmen. Ja, ja. Het is een beetje meer een opvangcentrum voor buschauffeurs hier. Ja, zeeërs dan moeten. Ja, en, ja. Meer, ja. En daar is natuurlijk mevrouw Verkraai ook een beetje bij betrokken. Want ja, moet... ik vind dat wel leuk hoor. Ja, dat is zeker, natuurlijk. Dat is ook mooi. Ja. Want Jos, dat is ook eigenlijk jouw functie die je op dit moment, of al enige tijd vervult, is een soort coördinator van de buurtbus. Kijk, de hoofdcoördinator is eigenlijk onze secretaris, en dat is Ruud van der Horst. Ja. Maar ja, telefoontjes komen toch wel hier aan. Ja. De man op de werkvloer ben ik aan. Ja, zeg maar. Kom hier toch wel aan, want Ruud is ook wel eens niet thuis en zo. Ja. En maar ja, het is eigenlijk van vroeger uit begonnen, want ja, ze hebben hier die bus opgestart en mevrouw Groen, die zou het net wel eens even klaren. Ja. Maar mijn broer, mevrouw Groen, zat met vier chauffeurs en die kwam niet verder. Ja. En toen is het, de omstandigheden ben ik erbij gekomen. En die zegt, nou god, ze weet het niet. En toen ben ik aan het telefoneren gegaan. En ik had toch in de mum van enkele dagen 16, 17 chauffeurs bij me. Onder andere de vader van... Van de camera. Van de camera. Ja. Heeft dan gereden. Ja. En zo meer, hè. Ja. Jos, even terugkijkend, hè, even een heel andere vraag, die schiet me eigenlijk in één keer te binnen. Hebben jullie nou ook last van die drempels? Hou op. Is eigenlijk ook de reden, naast dat er misschien weinig mensen meegaan met zo'n hele grote gele bus, is ook het drempelprobleem was een van de redenen waarom dat de BBA stopte met de verbinding, hè? Daar hebben wij ook ontzettend veel last van. Ja. Als ik jou vertel dat wij elk jaar zowat een hele nieuwe onderstel onder die bus moeten, van schokbrekers, torsiestangen enzovoort, rubbers, alles. Elk jaar minstens één keer. Ja. En dat brengt ook een hoop kosten natuurlijk met zich mee. Ook kosten mee en een hoop ellende. En die bus begint op plus te rammelen, weet ik niet, want dan is het allemaal een beetje uit. Ja. En de BBA al gedreigd, weet ik niet, aan de gemeente Eschanum. Te winnen goed. Ja. Jos, misschien even weer even iets anders. Ik weet dat jij altijd beroepschauffeur bent geweest. Vele kilometer. Hoeveel kilometer heb je al in je leven gereden? Ja, dat weet ik niet, maar dat zijn er veel. Hè? Past dat op 1 kilometer teller of niet? Nee, denk ik niet. Ik ben altijd niet anders geweest. Hè. Ja. Ik ben al in Indië was ik al bij de AAT. En daar reden we toch ook al 100.000 per jaar. Ja. En dan aan de rand, de vrachtwagen werd niet, dat was ook 100.000, dat was heel gewoon. Hè? Ja, dus we spreken over miljoenen kilometers waarschijnlijk. Ja, zeker wel, in al die jaren. Ja. Uit het oogpunt van jouw vak van vroeger en dan even gekeken naar het rijden met zo'n buurtbus, dat is best wel allemaal te doen. In feite ben ik begonnen toen ik uit Indië terugkwam als buschauffeur. Ja. Oh, ja. En dan schijn ik eruit als buschauffeur. Ja. Dus het kan niet mooier, hè? Nee, de geschiedenis herhaalt zich soms wel eens, hè? Ja. Maar dat is dan in dit geval ook een stukje. Ja. Wat ik net eigenlijk wilde vragen is, uit oogpunt van chauffeur, hè, als je dan kijkt naar het rijden met zo'n buurbus, is dat voor iedereen te doen? Of moet je daar een speciaal rijbewijs voor hebben? Nee. We mogen niet meer dan 8 passagiers vervoeren. En dat mag met de luxe rijbewijs, hè? Ja. Maar stel nou voor dat je in Boxtel 5 mensen oplaait en er staan er hier in S ook nog 4, dat zijn er 9. Als je het lijstje bekijkt, hier, deze rit al. Ja, daar staan er meer op S achter. Hoef ik dan niet meer te vertellen. Nee. Maar je kunt natuurlijk slecht mensen weigeren. Dat doen we ook in niet, principe. Dat doen we niet. Ja. We hebben wel eens, vroeger toen hadden we ook de kazernes in Vught. Ja. Ik bedoel die nette kazerne en de andere. Maar met die dienstplichtige militairen, kijk aan, toen zaten we wel eens met 17, 18 passagiers. Ja. Want die jongens, die,
die gingen liever met ons mee als met de stadsdienst. Ja, ja. Wij gingen rechtstreeks naar het station. En de stadsdienst nam nog een hele... De stadsdienst moest helemaal... Ronde, ja. Ja. Ja, ja, ja. En zodoende, maar dat is eigenlijk verleden tijd, maar dit is nou hoofdzaak nog hier, dat zie je hier, Berlinette. Dat zijn de gevangenen. Oh ja. Die worden 's morgens vrijgelaten. Oh, en die nemen jullie dan ook mee? En die gaan we hier mee. Ik dacht dat die meestal een eigen busje hadden, nee, een andere kleur. Als ze gebracht worden wel. Als ze gebracht worden wel, maar hebben ze een eigen busje. Ja. Terugbrengen doen ze maar niet. Nee. Maar dat zijn niet die zware gestrachten, hè? Nee. Het zijn gewoon de lichte gestrachten, weet je. Ja. Die aparte gaan niet meer. Die mogen niet meer jullie mee. Nee. Maar die mensen zijn op dat moment... Maar deze zijn allemaal blij zijn huis maar, hè? Ja, die zijn dan op dat moment wel even rustig. Er hoop bij die weer een half jaar weer terug zijn. Ja. Maar. En dan denkt er wel zoiets van, heb ik jou niet vaker hier al een keer op gehad. Ja, maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Jos, tot slot even over, ik heb ook begrepen dat de prijs veranderd is van de kaartjes. Ja. In ons voorgesprekje heb ik ook begrepen dat daar een heleboel romslomp is voor jullie achter de schermen. Oude inleveren, nieuwe. Het oude inleveren, het nieuwe uitgeven. En het is toch, het is toch een omzet van enkele duizenden guldens. Hè. Ja. Is overigens de opbrengst... kostendekkend? Ja, met de subsidie mee wel, hè? Ja. Want de subsidie komt vanuit de gemeente of vanuit het Rijk? Vanuit de provincie, hè? Vanuit de provincie, vanuit het Rijk natuurlijk. Ja. Maar wij rijden ruim kostendekkend hier voor dingen. Wij hebben toch een omzet ongeveer van goede 2000 gulden per maand. Ja. En dan kunnen jullie de... Want het zijn allemaal vrijwilligers, laten we daar even voor opstellen. Het zijn allemaal vrijwilligers, die kosten niks. Ja. Hè, want wij krijgen, dat mag je ook eens weten, we krijgen wat van de gemeente Es, we krijgen wat van de gemeente Boksel, we krijgen wat van de gemeente van de stadsgewesten, we krijgen wat van Veugd en ook. Ja. Kijk, en daar hebben we jaarlijks een paar reisjes van. Ja, natuurlijk. Een kerstpakket en... we hebben nog eens een beetje... Ik vind dat ook op zijn minst... Een leuke vergadering, weet je niet, bij Pumke. Dan, een beetje gezellige vergadering. Een beetje gezellige vergadering, een hapje en een drankje, weet je niet. Moet ook. En dat kan allemaal, en dat krijgen we van. Ja, dat is alleen maar prachtig. En dat zou ook niks zijn als er helemaal niks tegen En daarom is het ook zo leuk werk met die buurtbus, hè. Alleen, we zullen jou als chauffeur in ieder geval... Ja. Ik heb trouwens... Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik heb ook gehoord dat je vandaag nog even meegereden hebt omdat er een deur niet dicht ging. Kun je even vertellen? Dat is het probleem met die busjes, dat hele mechanisme. Kijk, we hebben een deur waar je in kunt stappen en uit kunt stappen. Ja. Maar we hebben voor oudere mensen, voor bejaarde mensen, hebben wij nog een extra trapje. Ja. En dat trapje zit onder de bus. Er zit nou in weer en wind, in sneeuw en slijk en rotzooi. Ja. En het gaat naar met die bittere kou, want het was dienstweigeren. Ja. En dan gaat dat trapje blijft halfweg hangen en dan verlies je ontiegelijk veel lucht. Maar die lucht heb je nodig voor die deur open en dicht te maken. En die kan dan niet meer open. En dat ging niet. En dan hebben we daar vanmiddag even met de... En toen deed je het nog dan weer. Op de een of andere manier, hè. Ja. Oorzaak vinden we meestal zelf niet, maar... Maar dan wordt Jos zeker eens gebeld en dan... Ze komt hier langs, hè. Ja. We staan hier voor die deur te toeten. Ja, en dan weet ik al hoe laat het is. En dan... Kijk, dat dan waren een beetje portier dan, vanmiddag. Portier van het busje. Ja. Dan heb je dan in de winterdag ook nog, weet je niet, dat er bijna geen reservebus zijn. Want er lopen natuurlijk al wel stukken. Dan krijg je aanrijdingen, bevriezingen. Ja. Hebben jullie al veel aanrijdingen gekregen? Nee, wij mogen afkloppen. Ja. Wij hebben met deze bus, toen wij ze niet kregen, dat was in december. En toen hebben wij precies een jaar mee gereden, zonder één schrammetje. Nou, en dan had je die wegversmalling in de brug, weet je niet. Ja. En dan moest de chauffeur stoppen, weet je niet, met een tegenlikken, en dan komt er een luxe wagen, die vliegt achter binnen. Hè. Ja. En toen is de ellende begonnen, dus dan hadden we de drie in de tijd van de maand. Ja. Maar goed, laten we dan hopen dat je... Maar als je er geen schuld aan hebt, dan heeft dat niks. Dan kan niks doen. En het jaar is pas weer opnieuw begonnen, dus... Ondanks dat we met 25 verschillende chauffeurs zitten. Ja, dat is en toch heel knap. Er zijn toch onderwijzers bij, leraren, er zijn kantoormensen bij, boeren bij. Hij bedoelt ermee te zeggen die dan wat minder kijk op de weg hebben. Nee, als ze dat bedoel ik niet, maar ik bedoel maar, die mensen die doen het allemaal... Tuurlijk, doet allemaal goed. Prima. Ja. Maar in feite, het busje is een beetje breder, een luxe auto, het is een beetje langer. Het is wennen, dat denk ik absoluut. Dat valt zat mee, jongen. Ja. Goed. Nee, en hebben nog andere hobby's ook, Jos? Naast de buurtbus? Dat wordt thuis niet meer eens wandelen met je hond. Ja. En fietsen, hè. Ja. En verder hebben we geen hobby's. Maar niet helpen met borduren en handwerken. Niet meer terug, nee. En,
die kind de slag het werk uit de handen nemen, dat gaat er niet. Nee, dat moet er niet doen. Nee. Ieder zijn eigen treintje. Zo is het. Ja, ja. Nee. Goed. Maar ja, je moet een beetje een keer weer schoonmaken. Ja, uiteraard, want daar hoort er natuurlijk ook bij. Bij, ja. Ja. Dat zit wel goed. Dat zit wel goed. Ach, nou is je nog niet helemaal uit hoe schijnen. Nee, precies. Het is nog een beetje betrokkenheid. De mensen komen dan naar binnen en moeten de bus voor dan worden. Ja. Dus, ja, nee, daarom. Dus, ik denk dat we in dit gesprekje een heleboel meer te weten gekomen zijn van de buurtbus en van de mensen daarachter. Jos en Harry, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. We hebben natuurlijk ook onze penningmeester Gerard van Os, die veel werk doet, maar ook zeker. Ja, nee, uiteraard. Nee, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen naast jou die... Ja. Maar dit is allemaal werk van Ruud van der Horst, hè? Die maakt de staartjes en de planningen. En hij kreeg zo'n Goed. Doet hij voor iedere chauffeur en chauffeuse. We kunnen er nog wel uren over praten, over de buurtbus. Wij nemen in ieder geval vast even afscheid van nu. We gaan hier gewoon even nog gezellig verder. Tot de volgende keer. En het busje komt zo. Ja, is dat die? De Langspier is multifunctioneel, want in de zomer kun je er zwemmen en 's winters, als er ijs is, dan is er ook volop gezelligheid. Dus in het kort, hier wat schaatsplezier. Dit jaar wordt er aan de steunzenders gedacht. Na een zestal bloemstukken bij onze ouderen vorige maand, zoals u wellicht gezien heeft, is er ook dit jaar weer een kans dat u als steunzender een mooi boeket wint. Van het bloemetje van de maand. Het is de eerste 1997 en ook deze maand heb ik een heel prachtig boeket bij me. Vorige maand, zoals u wellicht gezien heeft, zijn we al heel erg uit de band gesprongen. Maar ook dit jaar zullen we het zeker niet minder doen. We gaan naar Sjaantje, want zij is deze maand het steunzender van januari om zo eens gaan kijken of ze thuis is. Ga je mee? Explain that. I used to slip and walk and watch them.
En u weet het, we hebben niet alleen het bloemetje, maar ik heb ook nog een andere verrassing. Maar dat komt zo meteen. Rob's up with Lisa, who slept with Steven. Steve was positive, HIV. What started off as a friend ended up in a plot. You better cool your talk, cause it's too damn hot. Ooh, it's too hot, too hot to lay. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot. Steve, dit is een verloes van deze maand, van januari. Ik geef het nu helemaal nog. Oh, dat is goed. Dat is toch wel als eerste in het nieuwe jaar. Alsjeblieft. Dankjewel. Mooi, prachtig. Mijn kleur. Ja? Hartstikke bedankt. Ja, dat weet ik niet. Dank. Ik weet niet of je bloemetje wel eens kijkt. Ja, natuurlijk. Ja? Ik kijk hem dus altijd. Ja, goed zo. Dan weet je ook dat er nog iets meer achteruit zit, achter het bloemetje. Ja. Heb je misschien al over nagedacht? Nee, niet over nagedacht. Nou, we hebben een prachtig taart bij in onze warme bakken. En die mag u als steun zijn of van Loes weggeven aan iemand waarvan u denkt van nou, die zou ik dan wel eens met een taart willen verrassen. Het probleem. Ja? Nou, mag er even over nadenken. Ik ga de taart even halen. Doe je het niet lang over nadenken? Nee? Nee. Dat past met mijn achterbuurman. Dat kan. Weet je, Meulendijk? Ja? Nou, je schiet wel zelf met een of ander. Ja. Dus, nou, ik geef de taart aan, ik kom zo bij je terug. Fijn zo. Oké, okay. Ik mag hier. Dat is goed. Vraag, dit is de taart. Ik heb begrepen dat u hem zelf naar weg gaat brengen. Ik ga even mee met jullie. Ja, we gaan naar de achterbuurman. Ja. Even kijken of er iemand thuis is. Dat is wel te hopen. Oké, okay. Ik zou zeggen, doe jas aan, want ja. Het is fris. Geef dit even binnen. Dat is goed. En dan pak ik mijn jas. Oké. Okay. It's getting tragic, and if you don't believe me, then go ask Magic. Everybody and their mama preaching abstinence peace. Kids ain't checking for abstinence. So put a condom in their hand and hope it don't bust. Another victim of the lust and God we trust. What started off as a plan ended up in a flop. Why I can't cool it off, cause it's too damn hot. Oh, it's too hot. Nou, hier staan we dan, bij de achterbuurman, familie Meulendijk, de Wertjes. En zullen we eens even kijken of er iemand thuis is. Dat is wel te hopen voor de lekkere fijn. Kopje in de warm met praten. Ja. Zij is steunzender van Loes van deze maand. Ja. Zij heeft dus een los bloemen gekregen. Ja. En dan mag zij namens onze warme bakken, mag zij aan iemand taart geven. Nou, en deze jullie graag. Nou. Kunnen jullie laten. Ik denk ja. Wel. Bedankt. Alsjeblieft. Lekker. Lekker hè? En de spullen mee. Die is lekker nu, ja. Die zou wel smaken, is ook niet? Ja. De sla komt thuis. Ja. De sla komt thuis, ja. Dat ja. Klopt. Lekker, dankjewel. Dat is wel leuk. Nee, maar. Hoeft dat ergens maar... Het is buurhulp. Ja, daarom. Ja. Maar moest er niemand. Ik denk toch meteen aan jou, dus. Het is buurhulp, dus. Ja. Maak jij niks af? Dan kan dan een keer snoepen. Dus maak om. Sjaan wil dus op deze manier haar achterbuurman bedanken. Omdat hij de achterkant zo goed in de gaten houdt. Bedenk alvast aan wie u daar zou willen geven. Want misschien staan we wel bij u. Volgende keer aan de deur. Dus, tot ziens! Ondanks de herindeling gaat het Europees treffen door. Dit jaar gaat de S-delegatie naar Zweden, die voor de eerste keer meedoen. En wie er allemaal meegaat, kunt u nu horen en zien.
uitreiken van de loting voor wie gaat mee naar het buitenland dit jaar. Uw gastheer voor vandaag, dat is het parochiebestuur zoals u hebt gelezen in de uitnodigingen. Het bestuur van het dorpshuis de S en het bestuur van het Europees trefpunt. Ik heb het u al gezegd, ik mag hier dus namens de drie besturen even het woord richten vanwege het feit dat wij dus voor 1997 weer een afvaardiging gaan sturen naar het buitenland. En het buitenland is dit jaar Zweden. We gaan naar Ukkelbo en dat is ongeveer een 200 kilometer ten noorden van Stockholm. En Zweden is pas lid van de Europese Unie en het is denk ik de tweede keer dat zij dus deze manifestaties meemaken. En ze hebben direct dus ook het initiatief genomen, naar zich toegetrokken om het voor 1997 te organiseren. Het is voor ons 1996, als we even terugblikken als S-Europees trefpunt, toch wel een heel bijzonder jaar. Waarom? Omdat per 1 januari 1996 wij als S geen S-gemeentebestuur meer hebben, maar dat wij dus gekoppeld zijn aan Haren-Helvoort. We hebben geen eigen burgemeester meer. En de vorige bestuur, voorzitter van het bestuur van het S-Europees trefpunt, was onze ex-burgemeester Wim Letschert. Het is toen overgedragen naar een nieuwe samenstelling. De burgemeester Hans Haas is lid van het S-Europees trefpunt bestuur. Piet den Oude is namens het gemeentebestuur ook lid. Dus het gemeentebestuur zit wel direct verbonden, maar ze hebben dus het directe dagelijkse werk aan ons overgelaten. Dat is dus de reden dat niet de burgemeester hier voor u staat, maar de voorzitter van het Europese trefpunt. De loting voor de deelname aan Zweden. Nou Jan, hoe zullen we... Jij had het... Deze kant pak. Ja. En ik deze kant. Ja. We hebben er een kermisattractie van gemaakt. Dat wil niet zeggen dat wij het Europees gebeuren als een kermisattractie zien. Hoewel wij aan kermisattracties ook veel waarde hechten binnen S. Betekent dat we toch door middel van brieven trekken zoals je dat vroeger zag op de kermis proberen om een zo eerlijk mogelijk loting te krijgen. We hebben drie gedeeltes. Dat wil zeggen de sportverenigingen, de sociaal-culturele. En dat zijn deze. En dan hebben we nog de overige verenigingen van S bij elkaar gepakt. Gebaseerd op hetgeen wat we weten uit de S'e kalender die dit jaar eigenlijk voor het eerst niet verschenen is. Maar waar wel alle adressen van die verenigingen op stonden. Met hun secretariaat en zo erbij. We proberen daaruit in ieder geval een keuze te maken. Dat wil zeggen drie personen. Eén overige, één sociaal-cultureel en één via de sportverenigingen. En via een brieventrekkerij proberen we toch tot een zo eerlijk mogelijke verdeling daarvan te komen. Degenen die de afgelopen jaren aan de beurt geweest zijn, zitten er dus niet meer tussen. Ik zal niet zeggen dat de zaal nu even moet lopen. Lees er maar eens eentje. Welke wil je? Trek er maar eens uit. Linda Pijnenburg. Zorgen. Trek maar heel hard. Voor de sociaal-culturele verenigingen. Ja. Eén uit de voorschijn komt. Zal ik hem openmaken voor jou? Voorleden dan, ik vind dat een beetje moeilijk. En dat betekent dat het oudere koor, Letitia, in ieder geval voor een afvaardiging mag zorgen richting Ukkelbeur. Dan leggen we deze weer weg. Dat betekent dat we in ieder geval ook de recreatieve verenigingen daarbij ondergeschoven hebben. Dus alles wat er aan S op het sportieve gebied in feite gebeurt, vinden we hier terug. Of het nu de hengelsportvereniging is, of de biljartvereniging, dan wel de tennisvereniging. U komt het allemaal tegen. Even kijken. Goed zo. Kan ik hem allemaal maken? Hij wil hem dan eens. Voorlezen moet je erin.
De sportvereniging, voetbalvereniging Essen Boys. Proficiat. Het heeft met onderwijs te maken dit jaar. Dus wat dat betreft, we houden nog even bij. We weten natuurlijk nog niet dat het bekomen is. En er komt een uitnodiging in ieder geval om de zaak eens te regelen als het zo is. Essen Boys gaat internationaal. Ja. Ah ja, ik zag het eruit. En het is wel eens moeilijk om daar een goede verdeling in te maken. Want wie hoort nu waar thuis? In hoeverre is het sociaal-cultureel? In hoeverre is het sport? In hoeverre hoort het bij de overige? We hebben daar toch een verdeling in proberen te maken. Afhankelijk ook van de afgelopen jaren. Ja. Wie in het midden hangt, heeft succes. Ja. Oké, dank u wel. Wat hebben we dit? EHBO-vereniging altijd bereid. Oh. Daarmee hebben we in ieder geval weer drie vertegenwoordigers om bij de delegatie te voegen. Als het zover is, dan worden in ieder geval die vereniging, of tenminste degenen die aangewezen zijn door hun vereniging zelf, worden bijeengeroepen om de finesses te regelen voor de reis richting Zweden. De verenigingen zelf krijgen in ieder geval nog een brief waarin ze weten dat ze verkozen zijn om één delegatie dit aan te wijzen voor de reis naar Ukkelburg. En de datum is van 18 tot en met 22 juni, midzomernacht in Zweden. Het jaar 1997 wordt waarschijnlijk voor Es het jaar van het gilde. Met een echte gildedag wordt het jubileum deze zomer gevierd. Loes houdt samen met Joop van het Groen u van de komende activiteiten op de hoogte. Goedenavond dames en heren. Ik zit aan tafel met Wim van de Pas. Velen van u zullen hem kennen als gemeentelijk biertap. Maar daarnaast is Wim ook hoofdman van het Essen Gilde Sint-Willebroders. En in die hoedanigheid ga ik met Wim praten. Zoals ongetwijfeld iedereen al gehoord en gelezen heeft, heeft het Gilde dit jaar een uniek jubileum. 425 jaar bestaan gaan jullie vieren. En ter voorbereiding op dit gesprekje heb ik een boek uit mijn boekenkast gehaald, Gilde Kring Maasland. Daar las ik iets aardigs in. Jullie vieren nu het 425-jarig bestaan. In 1972 hebben jullie het 400-jarig bestaan gevierd en in 1950 het 350-jarig bestaan. Nou, 1950 tot 1972, 22 jaar. Wat is daar aan de hand? Want dat is toch een beetje merkwaardig. Ja, dat klopt inderdaad, Joop. In 1950, het 350 jaar bestaan, wij wisten toen niet beter dat het gilde toen eigenlijk zo oud was. En dat was dan eind 1598, 1600 ongeveer. Later is er door naspeuringen van de kleine meierij, dat is de Heemkundekring. En die hebben ontdekt in de archieven in Den Bosch dat ons gilde toch nog ouder was. Daar vonden ze een stuk uit in die archieven dat er een rechtspraak geweest was tussen de hoofdman en een gildebroeder over achterstallig contributie. En daar is toen die uitspraak geweest. En van daaruit hebben ze kunnen concluderen dat het gilde veel ouder was. En zodoende zit daar dat verschil in. Juist. Kijk aan. Dus dat betekent ook, als er weer oudere stukken gevonden gaan worden, dat er nog wel eens veranderd kan worden van jubileum. Want ik begrijp dat jullie vieren het 425-jarig bestaan op basis van het oudst gevonden stuk, maar het bestond al, alleen je weet niet hoe lang. Nee, er zijn nog geen eerdere, jongere stukken gevonden, dus we weten in ieder geval dat het nu wel 425 jaar is, maar we denken zeker dat het ouder is, maar er zijn geen bewijzen voor.
Maar neem niet weg dat het een unieke leeftijd is voor een vereniging zoals het Gilde toch is. Meer als 425 jaar zeker, maar we vieren dan dit jaar het 425-jarig bestaan. En ik heb begrepen, Wim, dat gaat iets bijzonders worden. En terecht. Wat gaan jullie aan hoofdactiviteiten in dit jaar doen? Nou, wij grijpen dit aan om natuurlijk dit echt een groot feest van te maken. En dat doen we door een hele grote Vrije Gildedag van te maken. Een Vrije Gildedag houdt in dat er meer gildes kunnen komen als normaal in onze eigen kring. Je kan het zo omschrijven, wij behoren tot kring Maasland en in Brabant en Limburg zijn er 6 kringen. En kring Maasland die houdt meestal zijn eigen gildedagen en daar zijn 39 gildes. Maar elk gilde mag 1 keer in de zoveel jaren ook een vrije gildedag organiseren. En daar mag je dan alle andere gildes uitnodigen. En dat is onze bedoeling, om hier zoveel mogelijk gildes bij elkaar te krijgen. Wacht even, want ik hoor jou de term gebruiken. En nou pak ik even naar dit boek, Kring Maasland. Want ook dat had ik hier gevonden. En hier heb ik een kaartje van Brabant. Is misschien toch aardig om even te zien. Hier zie je dat Brabant voor het gildewezen is opgedeeld in een 6-tal gebieden. Beginnend in West-Brabant met Markiezaat en Baronie. Dan hebben we hier het gebied van het kwartier Oorschot. En dat heeft te maken met dat Oorschot ook al heel vroeg een belangrijke plaats was. Dit blauwe is het, de kring Kempeland. Ja. Dit gele is de kring Peeland. Hier hebben we de kring Land van Kuik. En dit is dan het gebied waar Es toe behoort in het gildewezen, de kring Maasland. En globaal gesproken, ik zie hier Lid nog opliggen, tot aan Heusden. En Loon op Zand. We zien hier nog Udenhout, Berkel en Schot, Oosterwijk. Es ligt er hier op. Dan gaan we oostwaarts naar Schijndel, Veghel. En zo komt het weer naar het noorden toe. Dus een heel gebied. 39 gildes, zeg jij daar. Valt Boksel hier ook onder? Daar is juist een nieuw gilde opgericht. Boksel valt niet in kring Maasland. Die zijn aangesloten bij de kring Kwartier van Oorschot. En dat komt hoofdzakelijk omdat de gildes in kring Maasland met het geweer schieten. En Kwartier van Oorschot schiet hoofdzakelijk met handboog en kruisboog. En Boksel die gaat ook met handboog schieten. En zodoende hebben ze zich ook net als Liemde aangesloten bij Kwartier van Oorschot. Die Open Gildedag, dat wordt dus zeg maar het evenement van het jaar. Zijn er nog meer bijzondere evenementen of activiteiten in het kader van dat 425-jarig bestaan? Wij vieren eigenlijk die 425 jaar bestaan. Maar we vieren eigenlijk ook dat wij een soort vijfjarenplan vanaf 1971, eind 71, 91. Of 91, zijn wij begonnen met hele grote activiteiten. Je weet de problematiek, wij hebben uit de kern zijn wij moeten vertrekken met ons terrein. Wij zijn op de sportvelden moeten beginnen, helemaal opnieuw. Daar is toen een vijfjarenplan voor opgesteld en dat is in 97 wordt dat eigenlijk afgesloten. En daar vonden wij ook te meer een reden voor om zo'n groot feest te houden. Hm. Ook te meer om de eerste volk daar eigenlijk mee te bedanken voor de steun die wij toen de tijd altijd voor hen gehad hebben. En dus naast de Gildedag, naast 425 jaar bestaan, beschouw je het ook als een afsluiting van je lange termijn plan. Nogmaals, Open Gildedag is het hoofdevenement. Vrije Gildedag. Zijn er nog andere zaken? Ik neem aan dat jullie ook een receptie bijvoorbeeld geven. Ja, uiteraard. Zondag is dan de gildedag. Zaterdag wordt er een receptie gegeven voor alle inwoners van S, verenigingen, omliggende gemeentes en gildes. En daarnaast is er 's avonds een groot feest voor heel de S' bevolking en omstreken. Goed. Hoe zit zo'n Open Gildedag nou in hoofdlijnen in elkaar? Ik zeg u, beste kijkers, dat wij de komende maanden
regelmatig met kleine gesprekjes iets van dat gilde evenement gaan vertellen. Vanavond kunnen we ons daarom ook beperken tot wat hoofdlijnen. En vandaar de vraag, Wim, vertel eens hoe in hoofdlijnen zo'n open gildedag is opgebouwd. Zo'n vrij gildefeest is in feite opgebouwd met het allereerste waar elk gildefeest of gebeurtenis mee begint. Dat is een heilige mis. Daar begint het gilde altijd mee. Die wordt zondags hier gehouden. Die wordt voorgegaan door onze bisschop Ter Schuren. Daar worden in die heilige mis, daar komen alle koningen, keizers en hoofdlieden en genodigden. Die komen naar die heilige mis toe. Na de heilige mis wordt er... Als je zegt alle koningen en hoofdlieden, dat is van de gilde die die dag meedoen. Die allemaal uitgenodigd zijn. En die zijn daar aanwezig. Daar worden alle hoofdvendeliers, dat zijn alle vaandels die elk gilde heeft, die worden in de kerk rond het abdij geplaatst. En zo wordt de heilige mis gevierd. Na de heilige mis wordt aan de geestelijke overheid in gildegoed gebracht. En dat is dan het gedeelte wat in de kerk is. Na de heilige mis worden de hoofdlieden, koningen, keizers en genodigden door het gemeentebestuur uitgenodigd om op de erewijn te komen. En die wordt gehouden hier in de S. Dat is een gebruikelijk en dat wordt hier nu ook gedaan. Dat gebeurt bij ieder gildefeest, dat zo'n erewijn. Dat is gewoon traditie, dat hoort gewoon bij het gildefeest. Dus al heel vroeg op de dag moeten de mensen een glas wijn... Ja, dat zal nu komen op rond een uur of 11:30, 12:00, dat ze dan de wijn gedronken wordt. Na die wijn hier dan trekken we een optocht naar het feestterrein. Want al het gebeuren wordt op onze sportvelden gehouden. Van S. Daar is zijn tweetal tenten geplaatst. Een heel grote tent waar dan de mensen naartoe trekken naar de Erewijn. Al die mensen, ongeveer 250 mensen, wordt daar een koffietafel aangeboden. En daar zijn ook de hoogwaardigheden kleders bij. Na de koffietafel dan wordt er klaargemaakt voor de optocht. Die wordt dan zo opgesteld. En dat is dat gedeelte. Als de optocht geweest is, dan trekken we massaal door de straat en massaal naar het sportveld toe. We worden opgesteld aan één zijde. De hoofdtribune die staat aan de lange zijde. En alle gildebroeders die worden over het veld verspreid. En die trekken massaal en op het commando over heel het veld zo naar voren dat het lijkt of dat heel... Dat gilde gebeuren, alle gildebroeders massaal naar de tribunes gaan. Als je zegt alle gildebroeders, over hoeveel mensen praten we dan? Dan praten we ongeveer toch over 1500 gildebroeders. 1500 gildebroeders, hoeveel gildes zijn dat? Wij hopen 60 gildes toch in S te kunnen krijgen. We zijn al dicht naar de 50 toe. En ik denk zeker, het is nog een hele tijd, dat we die 60 gildes halen. Dus dat zijn... en als we dat vergelijken met die eerdere gildedagen die jullie bijvoorbeeld in 1972 hebben gehouden, hoeveel had je er toen? In 1972 hadden we 29 gildes. Met andere woorden, het is de grootste gildedag in jullie geschiedenis, als het allemaal loopt zoals je denkt. Dit is een kolossaal, een heel groot gebeuren. Goed, je was gebleven met het optrekken op het, van alle gildebroeders. Ja. Dan wordt er door onze hoofdvendelier wordt aan de commissaris en de andere wereldlijke overheid wordt er een eed van trouw afgelegd. Dat houdt in dat er met het vaandel wordt er over de wereldlijke leiders die dan aanwezig zijn, wordt er een eed van trouw gedaan. Dat is een van de vele tradities in het gildewezen. Dat gebeurt wel aan de wereldlijke overheid, gebeurt dat niet aan de kerkelijke overheid? En aan de kerkelijke overheid gebeurt dat ook, maar dat wordt 's morgens na de heilige mis in de kerk gedaan. Ah. Dan is dat onze pastoor en de bisschop en ook nog eventueel een ander die de heilige mis mee opgedragen heeft. Dat wordt aan de kerkelijke overheid de vendelgroet gebracht. En als terug naar het sportterrein, als daar die presentatie aan de wereldlijke overheid achter de rug is, dan gaan de gildewedstrijden beginnen? Ja, dan wordt eigenlijk die optocht ontbonden en dan worden de velden vrijgemaakt, worden afgezet.
dan gaan alle wedstrijden beginnen en dat zijn er verschillend. En dan worden grote vakken gemaakt en dan beginnen de wedstrijden in trommen, vendelen, handboog, kruisboog, geweer, judoboel, noem maar op. Zoveel wedstrijden waar echt een middag vol plezier is voor ontzettend veel mensen. Ja, ik denk dat dat onderwerp en met name wat er voor onze kijkers op zo'n dag te beleven is, dat we dat in een volgend gesprekje, misschien ook wel met iemand anders van het gilde wat verder moeten uitwerken. Maar samenvattend, op die dag is het voor het Essen publiek is vooral de optocht van de 60 gilden, zeg maar 1500 man, ik neem aan, allemaal in hun eigen kostuum. Ja, ze zijn allemaal gecostumeerd. Ze moeten namelijk ook met de optocht meedoen. Doen ze niet met de optocht mee, dan kunnen ze ook niet met wedstrijden meedoen. Dat is gewoon zit onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Dat nou, dat moet een geweldig mooie spektakel worden in S. We zullen u daar, dames en heren kijkers, de komende maanden periodiek in korte uitzendingjes wat meer over vertellen. Tot zover voor vanavond. Dank voor uw aandacht voor het gilde en tot de volgende keer. Dit was het weer voor deze maand, de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Deze uitzending met verschillende onderwerpen willen wij als Loes afsluiten met koude beelden van een klein stukje S van over de spoorlijn. Kijkend en genietend van deze mooie beelden wensen wij u welterusten en bedankt voor het kijken. De volgende keer dat u van ons hoort en ziet zal waarschijnlijk wel na de carnaval zijn. Tot dan! We'll be right back.